Salland Sport. Salland 1. Nabeschouwing. Goedemiddag Emily. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. En ja, ik had het over kansen missen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar 4 tegen 6, dat lijkt zo'n nipte nederlaag. Was dat dan ook? Ja, ze voelden dat wel. Gisteren, kijk, wij begonnen wat stroever eigenlijk. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, kwamen wij echt wel beter in ons spel. En vooral in die laatste periode was dat ook wel te zien. Ja. Waarin wij 3 keer wisten te scoren. Helaas net niet die gelijkmaker kunnen vinden. Nee, want het lijkt mij ook dat je zo graag van die 0 punten af wilt. En had je het idee gisteren dat dat mogelijk was? Ik zelf had dat in het begin niet, maar eigenlijk meer gedurende de wedstrijd wel hoor. Uh-huh. Ja, zeker. Dat hadden wij samen eigenlijk ook wel. Precies. Kun je eens vertellen over het scorenverloop? Hoe gingen die periodes qua scoren? Even kijken, de eerste periode wisten zij 2 doelpunten te maken, waar wij niet. En de tweede periode hebben wij 1 doelpunt gemaakt en volgens mij zij ook een paar. Mm-hmm. En in de derde gebeurde er eigenlijk helemaal niets. 2 uitsluitingen en verder was dat gewoon een saaie wedstrijd, of een saaie periode. Een saaie periode. Wat zei je? Waterpolo is dat nooit saai, Emily. Er gebeurt altijd wel wat, vind ik. Ja, nee, dat was wel zo. Maar wat wij gisteren ook wel een beetje hadden, is er werd best wel weinig gefloten. Dus het was ook wel... Het duurde die 5 minuten wel heel lang, zeg maar. Want soms heb je tussentijds nog wel even dat je even op adem kan komen. Mm-hmm. Dus dat niet. Maar goed, zoals ik net al zei, de laatste periode was voor ons, waarin wij 3 keer wisten te scoren en zij 1 keertje. Mm-hmm. Ja, dus uiteindelijk wordt het dan 4 tegen 6. Overigens dezelfde uitslag als bij de heren. Dus wat dat betreft doen jullie elkaar lekker na. Want jullie spelen ook altijd achter elkaar, toch? Meestal wel. Alleen dit was de eerste keer dit seizoen dat we na onze heren 1 speelden, zeg maar. Ja, precies. Dus dat was wel heel gezellig eigenlijk. Ja, nee, maar dat is het altijd. Ook niet alleen tijdens of voor de wedstrijd, maar ook na de tijd natuurlijk. Jullie hebben best wel wat lastig. Hè? Je staat op een 11e plek momenteel. Je hebt nog geen punten. Dat kan natuurlijk te maken hebben dat je tot nu toe alleen nog maar de zware tegenstanders hebt gehad. Hè? Want VKC staat op een 5e plaats met 9 punten. Dus dat is een team wat toch al wat verder is dan jullie. Hoe kijk je naar de volgende weken? Ik kijk nog steeds, en de rest van de dames ook, nog steeds wel positief naar de volgende week. Omdat wij wel echt het vertrouwen hebben dat er teams tussen zitten waarvan wij wel echt gaan winnen. Dus dat, kijk, een top 3, dat is denk ik niet realistisch voor ons om als doel te hebben voor dit seizoen. Maar ik denk nog steeds dat een middenmoot dat het best wel realistisch kan zijn. Ja, jullie hebben helaas nog geen punten dan. En nu met 4-6 verloren, niet heel dik. Hoe zat het eigenlijk in die wedstrijden daarvoor? Hebben jullie ook elke keer nip verloren of waren jullie toch redelijk kansloos? Vorige week waren wij redelijk kansloos in Markelo. Toen hebben we 11-2 verloren of zo. Die week ervoor, toen hebben we 3-1 verloren. Dus dat is geen waterpolo-uitslag, maar dat is eigenlijk best wel een prima uitslag op zich. En die eerste wedstrijd was het ook 11-5 of zo. Dus dat. Ja, en hoe zie je dan, zijn er dingen in jullie team waarvan je zegt van dat willen we anders gaan doen bijvoorbeeld de komende weken ten opzichte van de wedstrijden die nu geweest zijn? Nou, wat gisteren nog best wel mooi te zien was, vooral toen ik dan mensen op de kant zat als wissel, dat wij het veld niet heel breed maken. Je hebt 6 banen waar wij spelen eigenlijk soms tussen 3 banen met z'n allen, dus dat is voor de verdediging heel makkelijk verdedigen als de passes dan niet heel secuur zijn. Dat zijn dingen waar wij nog wel meer op kunnen trainen en oefenen. En een ander iets wat bij ons ook nog wel een dingetje is dat we even goed gebruik moeten maken van rust in het spel. Dus dat we even wat handigheidjes moeten weten van, hey, wanneer moet je die bal loslaten? Dat is scheidsfluit, dat je even een vrije bal hebt. Dus je kun je even ademen, zeg maar. Dat. Ja, en hoe doe je dat? Veel oefenen. Ja, en dat lijkt me ook wel lastig om dat er helemaal goed in te krijgen. Nee, dat klopt. Dat is het ook zeker, ja. En de komende weken, hoe zie je dat voor je? Aankomende week hebben we even een weekend niks. En daarna moeten we uit tegen een team waarvan we vorig jaar hebben gewonnen. Dus ik zie dat heel positief voor me, eigenlijk. Ja, dat klinkt goed. Dus vol goede moed. Dus eerst even een weekje rust vanwege de herfstvakantie waarschijnlijk. En welke tegenstander is dat trouwens, Emily? DOS. Dat is ergens in de Achterhoek. Ik weet nou niet of dat Aalten is of Varsseveld of zo. Dat weet ik niet, maar ergens in de Achterhoek moeten we naartoe.
Net als jullie hebben ze nog geen punten. Dus ook die zullen gebrand zijn om tegen jullie te gaan vlammen. Maar goed, je zegt al, dat doen wij ook. Dus dat kan best een hele leuke wedstrijd gaan worden. Ja, dat denk ik wel. Daar gaan we wel voor in ieder geval. Nou, zo is dat. Dan wil ik je bedanken voor nu, Emily. Leuk dat je even tijd had. En heel veel succes over 2 weken in de Achterhoek tegen de dames van DOS. En hopelijk daarna met 3 puntjes huiswaarts. Yes, dankjewel. Hey, fijne dag nog. Hetzelfde. Groeten. Hoi, hoi. Hoi.